Ja mensen, we zijn op dit moment onderweg naar Eindhoven. Sowieso een stad waar ik naar uit heb gekeken om daar te gaan stoken. Ik rijd iets te hard, man, kut. Ja, Eindhoven heeft sowieso altijd al heel veel likes gekregen om daar te gaan. Vorige week waren we in Groningen. Ik moet zeggen, jullie zien nu een stuk in beeld dat we bij TV Noord waren gekomen. In ieder geval RTV Noord op de site. Had een artikel over ons geschreven. Ik moet wel erbij zeggen dat dat waarschijnlijk is gekomen door het feit dat wanneer wij weg waren, er politie is gekomen. En zijn mensen weg gaan rennen, dan weet ik veel wat. Ik heb het niet in de video gezegd, maar wij waren weggegaan op het moment dat mensen met nitraat en zo kwamen. En gingen afsteken. Toen zijn we weggegaan, want we geven ook aan van... Neem dat niet mee. Dus voor de mensen waar we volgende week bijvoorbeeld gaan, neem alsjeblieft geen illegale dingen mee. Laat ons gewoon kat 1 afsteken. Jij mag zelf ook kat 1 natuurlijk meenemen. Daar doe je niks fouts mee. Maar neem geen illegale shit mee. Op dit moment zijn we onderweg richting Eindhoven. Eindhoven, de gekste. Dus daar gaan we nu naartoe. En daar heb je een Big Bazaar zitten ook. Dus dan gaan we ook even kijken of ze daar nog dingen op voorraad hebben. Tasje is gevuld. Dus het is nog een kleine 3 kwartier rijden en dan zijn we er. Dus let's go. Wat we dan kunnen doen is met z'n allen verplaatsen. We zijn aangekomen met Pyro 015, maar we lopen nu naar de locatie. Ik krijg op berichten van mensen dat er mensen zijn daar zo, dus ik ben ontzettend benieuwd. Ja, we hoorden gewoon net al wat knalletjes. Ja, ze zijn lekker bezig daar zo. Dus, ze zijn lekker bezig in Eindhoven. Het schijnt een hele gevaarlijke stad te zijn met heel veel pyro's. Ja. We lopen nu nog alleen. We gaan kijken of het Groningen gaat overtreffen. Ja man, ik denk dat Groningen overtreffen heel moeilijk wordt, man. Ja? Ja, tuurlijk. Het was echt bizar veel mensen. Maar we gaan het zo meteen even zien. Want we lopen nu, druk zijn. We lopen nu richting het park. Dus dan wordt het hopelijk weer chaos. In de positieve zin. En dat mensen ook gewoon kat 1 mee, bij zich hebben. We hebben net even wat geshopt ook. Jullie gaan het zo meteen zien. Kijk iedereen, kijk. Ja mensen, daarachter staat iedereen. Ik kan zien. Ja mensen, ik sta hier dus op locatie met best wel veel mensen. Ongeveer evenveel als Groningen, wat denk jij? Nee, minder. Minder wel? Nou ja, we gaan zien. Ik denk dat wel meer mensen hier zo vuurwerk hebben. We gaan zien of Eindhoven ook een gekke stad is. Binnen 5 minuten? Ja, binnen 5 minuten. Hij staat aan. Ik zie jou in dat ding. Dus lekker. Jezus! Fuck, gek. Wie de fuck gooi je er niet? Dat is niet de bedoeling. Nee, ja. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, dan kun je zo'n flitsing in de midden branden. Ja, beginnen. Iedereen doneren. Doneren. Hoi. 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 Hoi.
Ja, wacht even, maak een beetje een grote moet kring. Moet je kruid eroverheen leggen? Kruid eroverheen. Deze moet je vandaag maar aansteken. Een klein zakje is net wel pellet. Oh, niet heel veel. Zeker. Gekke knutselaar, hè? Ik heb een kilo liggen. Hey, dit wordt al best nice, toch? Wij zijn fakkel. Wel een beetje kruid eroverheen. Hoezo? Stik hem via die manier aan dan. Ja, zo. Dat was toch mooi? Ja. Koud hier, jongen. Echt. Oh, dat is mijn jas, ja. Ja, is goed. Ja, hier, ik heb hem. Zo, Simon dat ja, wil. Ja, kom op. Oké, gaan we hem aansteken? Maar, hey, je kan wel wat vast in de tas, hoor, als je wil. Gooi. Heeft iedereen alles in die hekskring gegooid? Ja, man. Echt, hè? Ja, deze moet je echt goed leren, man. Rennen, allemaal rennen. Nou mensen, het heeft niet lang geduurd. We hebben 12 minuten op moeten wachten. 12 minuten. Best wel lang, best lang. Dus ik ben benieuwd. Ik kan je wat boys op Insta maken. Brandweer was er net ook al. Kom maar, hè. Wat we dan kunnen doen is met z'n allen verplaatsen, zodat er een nieuwe locatie ontstaat. Want wij houden nu al rekening met mensen door hier te gaan. En niet, ik snap het ook wel. Ik heb er geen last van. Nee, precies. Geen last van. Maar u krijgt natuurlijk, als u meldingen krijgt, dan is het logisch dat wij dat u daar gehoor aan moet geven. Ja. Het is overlast, dat is wel een andere situatie. Maar dan, het is natuurlijk wel voor ons kut. Om nu gewoon weer te moeten verplaatsen terwijl het iets is wat gewoon mag. Ik bedoel, als je hier s'avonds mensen lopen te drinken en lopen te blowen, is het ook overlast. Het is relatief, hè? Maar... Nou, meneer, ze verkopen niet meer in de... Nee, dat moet toch iets? Ik weet niet. Staat het op mijn hoofd? Nee, maar ik bedoel misschien... Waarom niet? Dan gaan wij gewoon door. En dan ga ik ervan uit dat je gewoon de boel met jullie allemaal... Daar zijn ze jonker. Dat is wel grappig. Ja. Zo onschuldig dit. Ja, maar ja. Zeg maar. Oké, jongens, abonneer allemaal op Tigeltje. Panda, hoor. Die zijn ziek, hè, die piekeloos. Wat zijn net de traffic lights? Ja, die. Gekhuis. Die rookt naar achter. Wat is dat? Welke mensen komen naar buiten? Lachen. Zag je nog kijken? Overal kijken mensen van wat gebeurt hier. Ja, echt leuk. Ik ga het paard daar gewoon nog best wel achter.
dat iedereen zat te kijken. Chaos. Elke keer. Maar is niks. Ben je live? Alles zit er nog aan. Zo. Kan wel, ja. Oh, een steentje. Wegwezen, wegwezen! Ik zag, wat stond daar iemand? Hij stond iemand met een dikke camera te filmen, hè? Ja, ik heb bovenop. We hebben een echt stukje schaam. Waar ga je de auto opnemen? Hier zomaar. Nee jongen, dat is niet die, dat is niet zo fucking mies. Wacht, wie heeft aansteken? Ja, okay, deze zit hier zo kalm. Wacht. Deze moet je aansteken hier. Ja, let's go. Eindbom, ja. Dit is een eindbom. Ja, we zo, hij is gewoon aangelegd. Hij is aan, man. Hey jullie, stickers. En wie gaat het opruimen dan? Ja! Dit was Eindhoven. Ik denk dat Eindhoven sowieso de beste was. Wat niet, jongens? Laat je... Laat sowieso even in de reacties achter in welke... Laat sowieso even in de reacties achter in welke stad we volgende week moeten gaan stoken. Degene met de meeste likes gaan we waarschijnlijk dus naartoe. Ja, we kunnen ook hier gewoon weer in de buurt heen gaan. Maar dat was echt chaos, man. Laat je nog eens keer horen. Ja! Dus, klaar.